allemaal en welkom bij Vlogmas dag 9. Ik heb voor jullie vandaag een avondroutine en ik denk dat Wookie de show zal stelen. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom van bijvoorbeeld stage of les of weet ik veel wat, is knuffelen met ons cutie Wookie. Zij staat altijd al te wachten aan de deur op mij. Na het gezellig knuffelmomentje hang ik mijn jas op, doe ik mijn schoenen uit en doe ik lekkere warme pantoffels aan. En als ik weet dat ik nergens mee naartoe moet, dan doe ik een heel comfy outfit aan waar ik me heel de avond op mijn gemak in voel. In deze donkere tijden maak ik het graag wat gezellig door mijn gordijnen toe te doen, de kerstboomlampjes aan te steken en andere gezellige lampjes aan te steken. En Wookie zit al mooi te wachten aan haar bakje met water, omdat het leeg is. Als ik net thuis ben, ontspan ik graag eerst door bijvoorbeeld wat tv te kijken of YouTube video's te kijken. Gewoon op mijn gemakje. Wookie houdt mij dan ook heel graag gezelschap en dan knuffel ik haar ook eens maar. Na het ontspannen is het tijd om eten klaar te maken, dus hop naar de keuken. En Wookie verdient natuurlijk ook wat lekkers, dus haar geef ik enkele lekkere catisfactions. Vanavond maak ik gevuld bladerdeeg met fetakaas, appeltjes, honing en dan ontwikkel ik dat met lekkere spek. Dit moet dan voor een half uurtje ongeveer in de oven op 200 graden. Tijdens dat in de oven zit, kan ik dan op mijn gemak mijn afwas wat doen en de keuken wat proper houden. Na het eten verschilt het wat ik meestal doe. Soms moet ik nog monteren of soms heb ik nog wat schoolwerk. Of ga ik toch nog wel ontspannen en kijk ik een leuk filmpje. Dus dat verschilt van avond tot avond. En dan is het tijd om me klaar te maken om te gaan slapen. Ik haal mijn schmink eraf met Uriage, de micellaire water. En dan reinig ik mijn gezicht met een milde reiniging van avijnen. Dan
breng ik vochtinbrengende crèmes aan en poets ik mijn tanden en zo ben ik helemaal klaar om te gaan slapen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren, zeker doen, zou mij heel blij mee maken. En tot de volgende keer!